waarom ik het heel erg leuk vind om te doen, dat weet ik eigenlijk soms niet. Het is heel moeilijk om uit te leggen. En... ik heb het net klaargemaakt en ik ga nu even snel Sarah en Mila naar school brengen. Echt, die storm nog. Ik wilde dus terug naar huis fietsen, maar het stormt gewoon zo hard. Ik kan gewoon niet vooruit op de fiets. Echt gewoon niet. Dus ik ben gewoon gaan lopen, helemaal verwaaid. Nou, mijn haar had ik vanochtend een keertje wel gedaan. Het zit weer totaal niet, helemaal verwaaid. Ik heb dadelijk ook de overblijf, maar ik ga echt maar gewoon lopen naar de overblijf. En ik ga nu jouw medicijntjes maken, hè? Nu moest nog het gewoon broekjes geven. En nu ga ik weer even dat nat voor met de medicijnen doen. Oh, vanochtend waren we op tijd, maar zo mijn haar echt. Maar op de een of andere manier lukte dat dan weer niet. Want Sarah en Mila schoten allebei niet echt op. Ik twijfel of ik mijn haar opnieuw ga doen. Maar ja, ik moet zo weer de storm in. Dus ik weet niet of het heel veel nut heeft. Of ik moet het vast doen, maar ik vind mijn haar vast eigenlijk nooit zo leuk staan. Ik heb het liefst los. Ik vind niet dat ik echt een heel erg hoofd heb om mijn haar vast te hebben. Maar het kan aan mij liggen. Het is echt vandaag. Ik was al zo laat terug van boodschappen doen. Nou, even een wasje aangezet en alles. En eigenlijk kan ik lunch gemaakt nog. En ik kan alweer naar school. Want, oh, ik had deze ring van Sarah omgekregen. En ik doe mijn jas aan en het vlindertje schiet er vanaf. Oh, dat is echt niet leuk. Ik ga ook wel even kijken of ik het kan maken. Al denk ik van niet. Vind ik echt niet leuk. Maar goed, ik ga lopen naar school in plaats van op de fiets. Want het waait nog steeds zo hard. En anders loop ik toch weer met de fiets in mijn hand. Dus dat heeft geen zin. Dus ik ga gewoon wel lekker wandelen. Beter. Oh, en als ik nou mijn haar onder mijn jas doe in plaats van erover, dan blijft het misschien iets beter zitten. Dus mijn camera laat ik ook thuis. Neem zo min mogelijk mee. En we gaan de storm even overleven. Dat ik mijn haar niet heb gedaan, want je waait gewoon helemaal weg. Zelfs met mijn jas over mijn haar heen merk ik gewoon dat het eruit waait. Zo bizar is het. Ik ga nog even snel wat doen. Ik had vanochtend een wasje gebruikt en opgehangen. En ik heb nog een wasje gedaan. Die moet ik ook even ophangen. Maar het eerste wasje waren drie grote dingen, zeg maar. Dus ik heb nu nog een ruimte, want ik heb natuurlijk nog steeds alleen het kleine rekje. En ik kan gewoon niet slagen voor een rek wat ik zoek, want het is gewoon nergens te koop. En bij de blokker zeggen ze, ja, we horen het hebben, maar bestel het, maar we krijgen het maar niet binnen. En dat nu op drie filialen. Bol.com verkoopt het niet. Ik kan het verder online nergens vinden. Ja, kleintjes, maar daar heb ik niks aan. En gewone rekken, maar daar heb ik ook niks aan. Echt stom dit. Sarah en ik zijn deze avond met z'n tweeën. Het is zo gezellig. Net hebben we samen film gekeken. En nu hebben we net samen het eten klaargezet. Ik ben het dan aan het koken, want ik heb nog wel dingen waar ze niet mee kan helpen. En samen de tafel dekken. En als we dan op tijd zijn, dan gaan we nog even het laatste stukje van de film zo kijken. En ik vind dat ze dagen echt zo gezellig. Zo leuk om het samen te doen. En ik heb weer... Ik heb speklapjes. Marco houdt daar namelijk nooit van. En Sarah en ik wel. En weer in mijn... Mooie vriendelijke bakjes. Dat vind ik heel mega fijn. Alleen, oh, dat wilde niet uit elkaar. Maar het is gelukt. Ik ben een beetje in een rare vorm ingevroren geweest. Zo, en dan moet ik even Mimos eetwas klaarzetten. Want die staat onder straat ook weer als een gek te mouwen. Best wel een gedoe hoor, elke keer met de medicatie, maar goed. Oké, ik heb vandaag best wel weinig gevlogd en dat heeft ook wel een reden gehad. Ik ben vandaag heel erg bezig geweest om een beetje uit te zoeken wat ik wil gaan doen met de vlog. Ik ben iets over anderhalf jaar geleden begonnen met deze vlog. Samen met Sarah, dat vonden we heel erg leuk om te doen. We keken zelf al een aantal vlogs samen en ja, door omstandigheden is eigenlijk het idee ontstaan. In het begin had ik echt zoiets van, nou ja, ik zie mezelf echt niet vloggen. En toen kreeg ik van allerlei kanten eigenlijk van, nou, vind ik echt wat voor jou? Toen ben ik het toch gaan proberen. Ook omdat Sarah heel erg zoiets had elke keer, oh, dat wil ik ook doen.
En ja, als je het blijft horen, te hak ziet, nou, ik ga het toch proberen. In het begin vond ik het ja, wel leuk, maar ook wel moeilijk en verschrikkelijk. Je geeft toch een deel van jezelf bloot en wist niet zo goed wat ik daarvan vond. Ondertussen zijn we een hele tijd verder en doe ik het met heel veel plezier. En heb ik echt zoiets, ik wil niet stoppen, want ik vind het gewoon echt heel erg leuk om te doen. En waarom ik het heel erg leuk vind om te doen, dat weet ik eigenlijk soms niet. Het is heel moeilijk om uit te leggen. Maar ja, je creëert iets, je deelt iets. En ja, ik kan het gewoon niet uitleggen, maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Ik vind het gewoon leuk om dingen te laten zien van onszelf, maar ook producten af en toe als ik iets koop. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het ook leuk om bepaalde mensen zelf te volgen, al kom ik daar de laatste tijd niet echt aan toe. Maar toen op 1 januari 2020 ging de COPPA van kracht. Voor iedereen die niet weet wat dat is, raad ik je aan, google het gewoon even. Het is een Amerikaanse wetgeving ter bescherming van kinderen. Maar het wordt gewoon een heel lang verhaal om het uit te leggen. Je kan op YouTube de video's overzoeken, je kan erover googlen. Dat is veel sneller dan dat ik het ga proberen uit te leggen. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar goed, dat houdt in dat zodra je kind in beeld is of je onderwerpen in beeld hebt die kinderen aanspreken. Dus al laat ik speelgoed zien wat we hebben gekocht, dan is dat dus een onderwerp wat kinderen interessant kunnen vinden. En val je daar dus ook onder. Met al die redenen moet je aangeven dat je video voor kinderen is. En zelfs al zou ik hier nu aan het vloggen zijn en ik zou aan tafel zitten en op de achtergrond zit zij dat te spelen. Die verder eigenlijk niet in beeld of je ziet hem maar half met de rug, dan is ze in beeld, dus dan valt de video onder de COPPA-wet. Maar dat houdt ook in dat YouTube je video's gewoon minder laat zien. Dat merk ik ook. Ik heb minder traffic naar mijn video's. De reacties zijn uitgeschakeld, allemaal dat soort dingen. Dus ik vind het heel erg leuk en ik heb het ook altijd heel erg leuk gevonden om het met Sarah te doen. Maar ja, dan moet je een keuze gaan stellen. Wat ga je doen? Het is niet zo dat ik mezelf de nieuwe Monica Geuze zie worden of zo. Helemaal niet. Maar het is wel leuk als je zoiets doet dat je wel traffic op je video's hebt. En dat is gewoon heel erg mogelijk. En mijn kanaal is niet groot genoeg. Oké, en toen was mijn geheugenkaart even vol. Ik heb even ruimte gemaakt met oude beelden die al lang online staan. Die heb ik even snel afgegooid. Waar was ik? Mijn kanaal is nog niet groot genoeg om eigenlijk tegen dat stootje te kunnen. Dus nu zit ik gewoon heel erg in dubio. Wat ga ik doen op deze voet verder en heel klein blijven of eigenlijk kleiner worden? Want zelfs voor je abonnees ben je bijna niet zichtbaar meer. Of ga ik een weg in zonder haar en wat ga ik dan doen? Want ik blijf het gewoon heel erg leuk vinden om te vloggen. En eigenlijk pas over 6,5 jaar, dan is Sarah 13, zelfs nog iets meer en een paar maanden. Dan valt het niet meer onder de COPPA-wet. Maar dat is natuurlijk niet een jaartje of zo om te overbruggen. Ruim 6,5 jaar is echt een hele lange tijd. Dus ik ben vandaag wel al een beetje bezig geweest met wat wil ik gaan doen met mijn kanaal. Welke kant wil ik dan op? Want ik merk dat de groei in het kanaal de afgelopen maanden gewoon echt minder is. De COPPA werd natuurlijk al gedeeltelijk ingevoerd voordat hij echt van kracht was. Dus voor 1 januari merkte je toch al verschillen. Er werden al reacties uitgezet heel vaak. Allemaal dat soort dingen. Dus daar ben ik gewoon heel erg mee bezig geweest. En ik heb wat ideeën voor mezelf op een rij gezet. En daar ga ik gewoon verder mee aan de slag. Dus ik ga proberen in de aankomende dagen toch wel enigszins leuke vlogs te maken. Ik heb voor nu als tijdelijk besloten dat ik het een beetje ga mixen. Dus sommige vlogs wel met Sarah en andere om er gewoon wel al buiten beeld te houden. Ondanks dat ik dat heel jammer vind, want ik ben wel altijd heel bewust geweest wat ik wel en niet van haar wilde delen. En ik vind dat er voor haar ook voor een gedeelte wel een wijze les in zit. Want als ik om me heen kijk, zijn er heel erg veel kinderen die eigenlijk niks met internet doen. Terwijl het ja, in ieders leven gewild of ongewild een grote rol speelt.
En juist omdat we ermee bezig zijn, leer ik haar wel heel erg hoe je op de juiste manier daarmee om kan gaan. Wat wel en niet te plaatsen en waarom. En dus zij is zich wel daardoor heel erg bewust van dingen. En dat vind ik wel een hele mooie les om haar mee te geven. En ja, daarom vind ik dit wel heel jammer. We gaan er wel op de manier mee om waar ik achter sta. En ik heb nog nooit een beeld van haar geplaatst waar ik gewoon niet met de volle 100% achter stond. En haar vader ook niet. Dus ja, ik vind het heel erg jammer. Ik ben ook niet het enige kanaal wat hier last van heeft. Er is heel erg veel over te vinden op YouTube. Maar goed, ik moet dus een nieuwe weg wel in gaan slaan. Hoe ik die ga invullen, dat ja, ga ik dus nog wel definitief verder plannen. Maar ja, dat ga ik vertellen zodra ik het zelf echt definitief weet. Voor nu gaat het dus even tijdelijk een tussenweg zijn. En dit was eigenlijk de update die ik daarop wilde geven. Zodat jullie wel op de hoogte zijn. Want ik heb wel volgers die me echt altijd volgen. En die krijgen heel vaak toch wel hele leuke berichtjes via Instagram of via Facebook daarop. En dat vind ik ook echt heel erg leuk. En ja, sommige mensen die dan op zo'n manier reageren. Ja, sommige mensen raken me echt op een hele, hele goede, leuke manier. Het zijn mensen die ik eigenlijk helemaal niet ken en waar je toch een soort connectie mee voelt. Op een ja, hele andere manier dan iemand die je zelf kent. En dat is ook omdat je natuurlijk gewoon een stuk van jezelf blootgeeft. Wat je eigenlijk normaal niet doet. En ja, mensen die daar heel mooi op kunnen reageren. En ja, dat is ook een stukje wat ik wel echt heel erg leuk vind. En dat houdt niet altijd in dat het ja, moet ik het zeggen? Ja, ik vind dat heel moeilijk uit te leggen. Weet je, soms kunnen het ook vrij kritische reacties zijn, maar wel op een goede manier kritische reacties. En dat kan ik heel erg waarderen. Ik heb gelukkig heel erg weinig te maken gehad met negatieve reacties. Al moet je daar natuurlijk ook hiermee wel tegen kunnen. En dat kan ik ook zeer zeker, want ik kan dat best wel makkelijk naast me neerzetten. Maar ik heb er echt heel weinig mee te maken gehad. Heel erg fijn. Ik neem even een slokje van mijn thee, want helemaal keel slaat droog. Maar ja, ik vind het na al deze tijd nog heel erg leuk. En ik ga dus een nieuwe weg daarin zoeken. En zodra ik wat weet, ga ik jullie gewoon op de hoogte houden. Bear with me. Ik hoop dat het met de nieuwe keuzes die ik ga maken misschien nog wel leuker gaat worden. En ik hoop dat er gewoon nog veranderingen ook in de wetgeving komen in Nederland. Want de COPPA is natuurlijk een Amerikaanse wetgeving die nu ook in Nederland speelt. En dat is natuurlijk ook wel deels raar. Al ben ik het met sommige dingen van de COPPA-wet wel eens. Alleen niet met alles. En de dingen waar ik het niet mee eens ben, zijn ook de dingen waar ik last van heb. Kinderen moeten wel beschermd worden tegen heel veel dingen. Daar ben ik het absoluut mee eens. Alleen het stukje dat op YouTube dan zo moet, maar zet de tv aan en dan is de wereld heel anders. En dan loop je tegen die dingen aan en daar is het wel toegestaan. Dat vind ik wel een stukje wat ik heel raar vind. Want daar mag wel reclame gemaakt worden voor kinderen, terwijl dat hier niet mag. En daar mogen kinderen vrij in beeld, want zet de tv maar aan en in elke film, serie, reclame of wat dan ook zie je bijna wel kinderen. Dat mag allemaal wel, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. Maar op YouTube is het een probleem. Dan denk je, ja, weet je, je moet kinderen absoluut beschermen. 100% mee eens. Alleen, ik ben het zelf persoonlijk niet eens met de manier waarop. Ik vind het eigenlijk een beetje een makkelijke keuze. Terwijl het niet de goede keuze is. En ik vind het heel jammer, ook voor heel YouTube. Want ik denk dat er heel veel mooie kanalen en mooie wegen van communicatie hierdoor verloren gaan. En er zijn echt kanalen die ik echt zonde zou vinden als die zouden verdwijnen. Omdat die wel degelijk toevoeging hebben aan de wereld. Die hele mooie boodschappen uitdragen. En ja, ik vind dat echt heel zonde. Dus in mijn idee zou hier een andere weg beter op zijn. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
iedereen staat vrij om daar natuurlijk een andere mening in te hebben. Maar dat is mijn gedachtegang erover. Wil je meer weten waar ik het over heb, zeg ik, zoek het even op YouTube in een filmpje of google het, dan weet je veel meer. En ik ga even nu gewoon editen, want de vlog van gisteren wil ik ook gewoon op tijd online. Ik ben al maanden altijd op tijd online. Ik heb het in het begin wel eens gehad dat een video net te laat was, maar nu echt nooit meer. En dat vind ik heel fijn. En dat wil ik heel graag zo houden. Dus daar ga ik me nu weer even mee bezighouden. En ik hoop dat jullie mijn verhaal een beetje begrijpen. Suggesties daarin zijn overigens ook hartelijk welkom. Je kan niet op alle video's reageren, maar er zijn video's waar Shaira dus niet zichtbaar in is en waar geen kinderinformatie of wat dan ook in zit. Daar kan je wel op reageren. Dus lukt het niet bij deze video en bij een ander wel, kan je daar natuurlijk op reageren. Via Facebook kan je reageren onder de vlog, daar deel ik hem en daar kunnen reacties wel. Via Instagram kan je altijd reageren. Ben ik ook absoluut wel benieuwd naar, sta ik heel erg open voor. Maar ik hou verder mijn verhaal hierbij, want ik kan er verder niet heel veel aan toevoegen. En ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd. Want in mijn hoofd is het heel duidelijk, maar soms is het iets lastiger om het goed te verwoorden naar een ander. Ik heb me klaargemaakt voor bed. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei doei.